Zo. Het mooiste weer ter wereld, lieve mensen. De zon schijnt. Ja, en wat is er dan mooier om met een cabrio te rijden. Alleen, deze cabrio heeft een klein issue. Ja, wat, bij wie sta ik trouwens nu? Ja, bij Simone. Simone, mag ik Simone zeggen? Ja, mag Simone zeggen. Nou Simone, ik ben Robert. Je hebt een probleempje met, ondanks dat het nu mooi weer is. Het is namelijk zo, de voorspellingen zijn wat minder. Het gaat straks weer, de kraan gaat straks weer open. The sky is crying straks. En wat is er met de auto aan de hand? Ja, het raam wil niet meer dicht. Het raam wil niet dicht. Het gaat dus om dit raam hier zo. Ik ga daar eens even naar kijken. Zo, in de auto. Ik zet hem even op contact. En dan kan ik alle ruiten bedienen. Behalve deze doet helemaal niets. Andere kant. Nou, dat kun je misschien niet zien met de camera, maar wel. Die doet het. En ook de ruiten voor de achterportier. Deze doet het. Ja. Wat even heel belangrijk is bij deze auto in deze leeftijd. Hij is van 2000. En daar heb je namelijk hier een doorvoer zitten van bedrading. Als ik die lostrek en ik kijk even naar de bedrading. Het lijkt zelfs wel dat hier een keer nieuwe bedrading ingekomen is. Dit ziet er allemaal keurig uit. Die bedrading is in ieder geval niet doorgesleten. Ik kan nog een ding proberen. Om hem in ieder geval dicht te krijgen. Maar waarschijnlijk voor de definitieve reparatie moet Simone toch even naar de garage. Even wat anders proberen. Nog iets wat heel handig is bij deze auto, hier zat vroeger al een comfortsluiting op. Als je hem bijvoorbeeld helemaal open doet en je houdt de sleutel vast, dan gaan alle ramen open. Behalve deze, dus ja. Hetzelfde geldt ook weer voor dicht. Je houdt hem vast en alles gaat ook weer dicht. Behalve de andere kant volgens mij. Maar goed. En we doen hem weer open en we gaan eens even kijken. In deze deur. Ik moet even de deurbekleding eraf halen om het raam open te krijgen. Ondertussen geeft Simone instructies aan de kinderen en aan de moeder. Die wil even komen kijken. Dat ze stil moeten zijn, omdat er een YouTube-filmpje gemaakt wordt. Dus je ziet straks een hoop mensen. Hartstikke gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Volkswagen Golf 3. Even kijken. Shock to the Lord. Altijd leuk. Ja, oké. Okay. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord, maar dat hoeft ook niet. Mooie muziek. Ik haal de deurkaart even leeg. Ja, haal alles maar eruit. Goed. Ik heb in die tijd, toen deze auto's uitkwamen, heb ik heel veel aan gesleuteld. En dat scheelt dat ik ook weet hoe het in elkaar zit. Dat scheelt wel een hoop gezoek namelijk. Nou, mooie schakelaar. Kun je ook aan gaan meten, maar eigenlijk vermoed ik dat het, omdat het ook niet werkt namelijk, dat de deur met de sleutel, dat daar het probleem niet in zit. Even op contact zetten ondertussen. Kijk, ik hoor een tikje. Je hoort een tikje. Alleen, ik denk dat de motor vastgelopen is. We gaan het zien. Daar gaat hij. Even de bedrading er doorheen. Verschillen. Ik wil al bijna zeggen, moet het nou in de groene bak of in de grijze? Maar sorry. Bediening van de deur even aan de kant. De folie vroeger wel eens af geweest. Moet je zien. Daar zit de elektromotor. Hier zo. Ja, ze is hem wel. Nu? Kijk eens. Ja. Hebben we eruit. Kom je op vakantie. Een beetje puzzelen, lieve mensen. Maar daar heb je ook een compleet mechaniek in de hand. Nou.
niet zit ook wel een probleem volgens mij. Het ligt er helemaal naast. Ja, nu zit het zo. Ja, oké. Okay. Mechanisme is er vanaf. Normaal gesproken bij een auto met een raamstijl, ja, dan duw je de ruit omhoog, je doet er wat tussen en het zit vast. Bij deze auto, ja, je kunt er wel wat tussen doen, alleen die ruit zit er dan helemaal los in namelijk. Dus ik moet even een, wat ik doe nou, ik monteer de glijder straks even terug, even een beetje martelen denk ik. En dan gaat het raam er gewoon in, met alleen de glijders. Dus hij gaat zo op en neer. Die gooit er aan de andere kant in. Ja, kunt u volhouden, ja? Kunt u houden zo? Ja. Lukt dat zo? Ja. Ja. Ga ik naar het café? Oké, okay, oh nee. Ja, dat is prima. Neem dan een borrel ook voor mij mee. Is prima. Dan draai ik eerst even de eerste vast. Komt zo net een handje tekort, hè? Mm-hmm. Als ik weer op mijn gereedschap neer heb gelegd. Daarom. Dat is heel vaak een probleem bij mannen, hè? Is dat zo? Ja. Ik ben mijn gereedschap nooit kwijt. Regelmatig. Dat is nummer 2. Tweemaal. Tweemaal. En als het goed is, neem ik weer een keer van u over. Ja, mag u me loslaten. Dan zit hij in ieder geval nu in de glijding. Kijk. En dan kan hij ook helemaal omhoog. Tot aan zijn eindpunt. Zo. Alleen dan gaan we hem straks even vastzetten. Als we, kan ik zelfs hier doen, denk ik, met een paar tie-rips even eraan. Als u hem nog een keer vast wil houden zo, ja, ga ik even kijken of ik hier nog wat omheen kan doen, aan de bovenkant. Ja, ik pak even een paar tie-rips. Ik ben zo bij u terug. Is goed. Three days later. Dit hebben jullie natuurlijk al gezien bij Paul. He, mijn collega Paul had laatst ook een auto met het raam precies hetzelfde. Alleen die ging wat makkelijker omhoog dan deze. En ja, de blokkering hier komt natuurlijk gedeeltelijk en door de elektromotor en dat het mechanisme uit kunststof afgebroken is. Kijk, auto is 21 jaar oud, heeft geen schuld. Dus ja, het kan een keer gebeuren. Maar goed, voor nu een stukje benzine en of waterslang. Die ertussen. Moest eens op twee plekjes even. Kijk aan. Kijk, hij zit dicht. In ieder geval, ja, als je hard trekt, dan valt hij er weer uit. Allee, ja, eigenlijk moest hier zijn stukje. Ja, je hebt hier geen hout liggen toevallig, een stuk panlaat of zo. Zal ik eens even kijken? Ja, kijk eens even. Hoe dik moet dat zijn? Zal ik even mee hoor? Ja, even kijken. Het begint nog een hele creatie te worden, lieve mensen. Want met de rubbertjes, het blijft net niet mooi zitten. Je merkt gewoon, het gaat toch nog te soepel. Ik had er 3 in, er viel er alweer 1 naar binnen in. Ik heb nog een stuk, ja, rabatdeel van schutting of zoiets. Wat het ook is, op plafond. Heel oud, wat mijn vrouw nog gaat liggen. En wat ik ga doen, ik ga hem er gewoon ongeveer afzagen op lengte. Op een gokje. Dat is van daar naar daar, dat is ongeveer... Nou, zoiets. Dat is in de zaai. En dan doe ik er weer tussen. Zo. Dat is op zich wel mooi. Want dit houdt hem al tegen. Hier even een tie-rip aan, dat hij zo blijft zitten. Even een gaatje in de tie-rip. Je moet wat, hè? Dit is nou een mooi voorbeeld van... Ach, dat doe ik even. En ondertussen ben ik al even aan het martelen. Want ja, ik heb een idee. Ik ga het zo doen.
Mijn eerste indruk was, ik trek het raam naar boven, doe het met de sleutel, wat ik jullie heb laten zien aan het begin, dat werkte niet. Motor zit vast, motor eruit, kabel ook nog eens een keer, een glijding gebroken. Daarom waarschijnlijk vastgelopen. Goed, monteer je terug, maar je kreeg het raam niet vast met die rubbertjes, het gaat allemaal te soepel. Al met al dus een stuk, ja, zeg ik, rabatdeel, schuttingdeel tussen gezet. Ja, ik mag het. Ik monteer het folie terug en mevrouw zegt al, je hoeft het bekleed niet terug te plaatsen, want je gaat het toch mee naar de garage. Ja, ja precies. Ik haal folie er zelfs ook nog even af. Oh nee, we doen het zo in de deur. Het ziet er niet uit, maar goed, dat doe ik ook niet, zeg ik alweer. Die is van de spiegelversteller, zo weer. En die van het raam. Daar is een achterliggende hier. Het verdient dus niet de schoonheidsprijs. Maar hij is dicht. Ik ga gewoon even een keer de deur dicht doen. Nou, Simone. Dankjewel. Wat een strijd, of niet? Ja, echt wel. Ja, zo kun je wel zien. Ik maak altijd wel filmpjes met een goede afloop. Nu is het ook wel goed gelukt. Maar het gaat soms niet altijd zoals je het wilt. Je hebt idee A en er komt uit bij idee B wat niet lukt. Maar ja, het is net als met Hannibal van die A-team. I love it when a plan comes together. Goed. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Lieve ik ga weer naar huis. Je kunt naar huis. En we gaan de mensen bedanken voor het kijken. Volg natuurlijk mijn collega's en iedereen op de welbekende kanaal. En abonneren, hè? Abonneren. Niet vergeten. Heel goed. Zwaai even. Tot ziens. Heb jij nu een lekker band? En zit je op ons te wachten? We komen er vanzelf aan. Maar kijk ondertussen even een van deze twee filmpjes. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal.